Kunnen we nog één keer het refrein horen? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk... Ja, dan ga ik niet meer zingen. Het is 5 december. Is dit een feestelijke dag voor Henk Westbroek? Nou, ik vind Sinterklaasfeest het leukste wat er is. Omdat de kinderen, vooral de gelovige kinderen... Ja, is het nog het hoogtepunt in het jaar voor. Wilt u wel eens voor Piet? Ik speel altijd voor Sinterklaas, elk jaar. Dan neem ik een paar pieten mee en dan ga ik een buurt langs... en dan neem ik een zak met lettertjes mee, allemaal essen, altijd goed. En ga ik met willekeurige mensen aanbellen. Ik ben nog nooit geweigerd. Hoewel ik wel altijd 2 zwarte pieten meeneem. Je hebt natuurlijk ook het lied uitgebracht... Sinterklaas, Sinterklaas, wie kent hem niet? Ja. Sinterklaas... En nou horen we dat steeds minder op de radio. Hoe komt dat? Nou, mijn spionnen bij de publieke omroep hebben me doen weten... dat het liedje eigenlijk stilzwijgend in de ban gedaan is. Want ja, het is in plaats van een ongelooflijk vrolijk en onbenullig Sinterklaasliedje... met grappige zinnen als Zwarte Pietje in zijn vrije tijd... opvallend bleekjes ziet, dat is tegenwoordig toch een politiek statement geworden. En daar waagt men zich dan niet aan. En dan heb ik, op initiatief van jullie omroep trouwens... een jaar of 4 geleden met andere Henk een regenboogversie opgenomen... waar alle kleuren van de wereld in voorkomen. Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Groene Piet Sinterklaas. Maar die draaien ze ook niet, want daarmee zou je... aantonen dat je de originele niet durft te draaien. Dit jaar was een rustig seizoen. Ik ben maar 50 keer bedreigd, met name uit Amerika. Maar 50 keer, zeg. Ja, dat zijn van die internet, van die Twitter-bedreigingen... van vuile racisten moesten je doodmaken. En als je voor mijn auto komt, dan geef ik gas. Dat niveau. Het is ook lekker tolerant, hè? Ja, het is, ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... mijn sympathie, hoewel de kleur mij zelf niet uitmaakt... gaat altijd uit naar de pro-Zwarte Pieters. Want die hebben me namelijk... nog nooit beledigd en bedreigd. En die anti-Zwarte Pieters, ik hou het niet bij... maar de teller loopt wel zo'n beetje naar de 1000 toe door de jaren heen. En altijd hele akelige dingen. Je moet gelijk dood of doodgemarteld worden of gevierendeeld. En dan denk ik, nou... En hoe zit het nu eigenlijk met die top 2000? Die straks weer natuurlijk, waar we doodgegooid mee worden. Komt jullie daar nog wel even voor? Nou, ik ben niet genomineerd, maar dat mag vanzelfsprekend niet. Maar dat mag niemand ervan weerhouden om dat zelf te nomineren. Het is, dus ik zou zeggen, als het dan toch een politiek statement is... nomineer het dan. En als je vindt dat het geen politiek statement hoort te zijn, nomineer het ook. Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we nog één keer het refrein Sinterklaas, horen? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk... Ja, dan ga ik niet meer zingen. Is dat, censureer je jezelf nu? Nou nee, de mensen thuis die zongen in hun hoofd mee. Ja. En iedereen die in zijn hoofd mee zong, koos voor een kleur. En als hij voor zwart koos... stouterik. En als hij voor groen koos, of blauw, of geel... En stroopwafel? Ah, dat is echt fout.